De Nationale Assemblée heeft toestemming gegeven voor de naturalisatie aan 54 personen. Dit gebeurde gisteren met de aanname van de ontwerpwethoudende verlening van de Surinaamse nationaliteit door naturalisatie aan Braithwaite Suzanne Marie en 53 anderen. Deze ontwerpwet is kamerbreed aangenomen met 38 stemmen. Ebu Jones van de NDP stelde dat bij naturalisatie er duidelijk aangegeven moet worden wat het beroep is van de mensen. Mangre stelde dat deze 54 personen lang hebben gewacht op dit moment. Beroep moet je koppelen aan een salaris, aan een verdienen. Zowel je woordenboek, zowel in juridische term. Dus een huisvrouw op zich is geen beroep, voorzitter. Met alle respect voor de huisvrouw, je moet hier formeel aangeven geen beroep. Je kan niet zeggen onbekend. En wanneer we dat aangeven, moet de minister begrijpen dat hij dat moet doen. En niet met een verhaal moet komen met betrekking tot wat op niet slaat. Desalniettemin wil ik DNA oproepen om mee te gaan met die goedkeuring en die wet te ondersteunen. Goed. Ik zal het ook niet hebben over beroep of geen beroep, maar laten we alle respect hebben voor de huisvrouwen. Voorzitter, ik roep het totaal college op om voor deze wet te stemmen. De mensen hebben lang gewacht om genaturaliseerd te worden. En ik denk dat een lang gewenste wens van ze in vervulling zal gaan. Ik roep het totaal college op om voor deze wet te stemmen. En laten we de Surinamers die we vandaag gaan naturaliseren welkom heten. De nieuwe Surinamers voldoen aan alle gestelde eisen en hebben affiniteit met de samenleving. Hierdoor kunnen ze een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Suriname. Verder is uit het onderzoek gebleken dat deze personen geen gevaar vormen voor de nationale veiligheid en openbare orde van het land. Zo stelt de Nationale Assemblée op haar website.